Ik heb hier tegenover me Ton Gelmers. Jij bent directeur van de PABO hier in Meppel. Huidige directeur. En ja, hoe ging dat eigenlijk toen jij directeur werd hier in Meppel? Wat heb je daarvoor gedaan enzovoort? Ja, laat ik even beginnen met corrigeren. Ik ben geen directeur van de PABO in Meppel. Ik ben de locatieleider van de PABO in Meppel. Want de PABO in Meppel is onderdeel van 5 locaties in Assen, Groningen, Emmen, Leeuwarden en Meppel. Die zijn samen 1 PABO, daar is een directeur bij. En ik ben, je zou kunnen zeggen, de directeur, de locatieleider van de PABO in Meppel. Maar formeel ben ik dus geen directeur. Als je nou zo eens kijkt, wat zijn de ontwikkelingen nu in het onderwijs? Kijk, ja, misschien kan ik nog iets aan toevoegen. Misschien kan ik dat ook een beetje bij zeggen. Ik ben zelf natuurlijk ook in het onderwijs gezeten. Op zich een hele mooie tijd. Maar ik heb een idee dat het vak leerkracht van het basisonderwijs langzamerhand veel te zwaar gaat worden. Als je kijkt wat die man eigenlijk moet doen. Het lijkt meer een soort tovenaar dan dat het een leerkracht is. Ja, nou, dat idee hebben wij wel eens in de opleiding inderdaad. Dat we denken van hoe krijgen we eigenlijk al die dingen die ze moeten kunnen en kennen, hoe krijg je die in de opleiding? Want ja, we hebben maar 4 jaar de tijd. Daarvan zijn ze ook nog een groot deel zijn ze in de praktijk. Zitten ze dus op de stage. Dus dat is best wel heel lastig. Je kunt ook niet alles leren in de opleiding. Je moet gewoon na die tijd, en dat is iets wat de komende jaren alleen maar gaat toenemen in mijn beleving, zul je dus ook na je opleiding zul je moeten blijven leren. Een leven lang leren. Dat, is, ja. dat gaat echt toekomst worden en dat is geen ontkomen aan. Er wordt ook een heel ander type leerkracht gevraagd in de toekomst en dat maakt het ook heel ingewikkeld. Als je kijkt, dan hebben we eigenlijk 100 jaar lang hebben we min of meer op dezelfde manier opgeleid. Natuurlijk zijn er wel vernieuwingen geweest, want nou ja, daar heeft Jaap Tuit ook al iets van verteld. Hè, van op een gegeven moment zijn we meer competentiegericht gaan opleiden. Het ICT-verhaal, de computers zijn in het onderwijs, hebben we een intrede gedaan. Internationalisering is iets van de laatste jaren, dat we toch ook steeds meer open moeten staan voor de contacten met de buitenwereld. De wereld wordt steeds kleiner, dus onze jonge docenten, maar ook de kinderen in de basisschool komen steeds meer in aanmerking met de wereld buiten de directe omgeving. Dat vraagt een ander type leerkracht met andere vaardigheden. Op dit moment is er door het ministerie is er net een nota geschreven voor het onderwijs in 2032. En dat heet 21st Century Skills. Wat moet een leerkracht nou in 2032 kunnen en kennen? Er worden heel andere vaardigheden gevraagd dan van de huidige docenten. Dus die ontwikkeling van verandering gaat steeds sneller. En dat betekent ook dat wij als opleiding steeds weer kritisch moeten kijken van wat moeten we onze studenten nu aanreiken, zodat ze straks toegerust zijn om in ieder geval een start te kunnen maken in die school. En als ze er dan 1 keer zitten, zullen ze steeds weer meer mee moeten met de ontwikkelingen die er gaande zijn. Mag ik zeggen, deze stelling, wordt een leerkracht eigenlijk minder, steeds minder leerkracht, maar steeds meer begeleider? Ik denk dat, ja, dat zou je kunnen zeggen. Hij zal andere vaardigheden moeten kunnen. Hij zal inderdaad dus meer een procesbegeleider worden. Het leerproces van de student begeleiden, van de leerling begeleiden. Waarbij zowel kinderen als studenten meer eigen keuzes moeten kunnen maken in waarin ze zich willen ontwikkelen. En al in situaties te brengen waar ze aan de echte wereld kunnen leren. Ook met veel meer hulpmiddelen dan dat in het verleden gebruikelijk was. Maar ja, ik zie steeds, want we hebben zo straks al eens even gepraat over het probleem in het onderwijs. Ik zie veel mannen zie ik afhaken in het onderwijs. Jij zegt zelf dat dat niet het allergrootste probleem is. Maar wat is volgens jou het allergrootste probleem? Ja, het allergrootste probleem is om voldoende mensen te blijven interesseren voor dit prachtige beroep. Want het is nog altijd een van de mooiste beroepen die er is. Je moet vooral steeds benadrukken het belang van het beroep dat dit... Ja, dit zijn de mensen die de toekomst van ons land bouwen. Ja. En dat kunnen we niet genoeg benadrukken en genoeg waarderen. Nog even over het feest. 170-jarig bestaan. 1 ding viel me op toen ik op een gegeven moment het krantenknipsel las. Meneer Jonkman, die is nogal bekend bij jullie op school. Ja, ja, ik ken hem persoonlijk uiteraard niet. Nee. Want hij heeft in de jaren 30 en 40 heeft hij op de toenmalige kweekschool gewerkt. En hij is actief geweest in het verzet. Een oud docent van de opleiding, Herman Janssen, geschiedkundige, die heeft daar een boek over geschreven, over 100 jaar PABO of zo, wat, iets in die zin. En daar kwam dat verhaal in naar voren. En
die naam Jonkman die is in Meppel bewaard gebleven. Hij is op een gegeven moment vanwege zijn verzetsdaden afgevoerd naar Boegenwald. Daar is hij omgekomen in het voorjaar van 1945. Die naam is op een gegeven moment uit het beeld verdwenen. Er was een Jonkmanschool, die is na enkele fusies is die naam verdwenen toen. En we hebben de Jonkmanlezing in ere hersteld. Dus we hebben nu elk jaar weer een Jonkmanlezing. En we gaan op 15 april, als de Jonkmanlezing plaatsvindt, vlak voor die tijd, in de tuin van onze opleiding, een heel mooi monument ter nagedachtenis aan Willem Jonkman onthullen. Ja. Nou, daar, ben ik echt trots, op. Want ik kan me dat voorstellen. Ik vind dat en belangrijk voor de gemeenschap in Meppel, maar ik vind het ook heel belangrijk voor onze PABO dat ze laten zien dat we ja, ook maatschappelijk geëngageerd zijn. Ja, dat is heel duidelijk. Nou, en 25 april, dan hebben jullie de reunie. Ja. Ja, dat wordt groot feest. Dat wordt groot feest. Het is nogal wat als je opleiding zo lang bestaat en studenten die echt uit andere landen, maar ook uit het hele land in Nederland, zeg maar, hier naartoe komen om opgeleid te worden voor internationale scholen in het buitenland en in Nederland. Daarmee kunnen we de boel nu echt nog in touw houden, want anders waren we waarschijnlijk binnen de kortste keren van de kaart verdwenen. En we hadden zoiets van, ja, laten we dit moment aangrijpen, want we weten niet hoe we er over 10 jaar bij staan. Ja. En dit is misschien een mooi moment om ja, toch nog even met elkaar te vieren dat we al zo lang een mooie PABO in deze gemeente hebben staan. En dat we alles eraan moeten doen om die PABO hier nog zo lang mogelijk te laten blijven. Dus dat willen we vooral met elkaar vieren en beleven. Ik kan me dat best voorstellen en ik hoop ook dat jullie zo lang mogelijk hier in Meppel mogen zijn. Dat hoop ik. Want Meppel is toch onderwijsstad, dus in zoverre zeg ik, zeg Ton, hartstikke bedankt. En dank ik wens je een heel mooi feest toe. Dankjewel.